Wil je nog graag nieuwe klanten? Laat ze dan vooral de voordelen zien van jouw product of dienst. Dat is iets wat heel veel partijen vaak vergeten. Die vertellen alleen maar, hé, we hebben een product. Hé, we hebben een product. We hebben hem ook in het rood, in het blauw, in het groen. Maar wat zijn nou de voordelen van jouw product? Waarom zou ik jouw product halen? Wat heeft mijn voordeel? Wat is voor mij het voordeel? Dus niet voor jou als bedrijf, want jij als bedrijf, als persoon, weet waarschijnlijk als geen ander met je oogkleppen op hoe goed jouw product is. Maar door die oogkleppen, door die tunnelvisie, besef je misschien niet meer zo goed dat jouw potentiële koper, jouw prospect, dat niet zo ziet of nog niet zo ziet. Waardoor je dus moet gaan uitlichten, hé, dit zijn de voordelen. Dit is nu, vroeger. Hè? Dit is nu. Oh, balen, vroeger. Wist je nog vroeger dat je dit en dat zo deed? Ja, dat weet ik nog. Nu, met ons product, gaat de toekomst er zo uitzien. Wauw, dit kan en dat kan. Hier heb je geen last meer van. Dit is het voordeel, dat is het voordeel. Dit moet je doen. Die toekomst voorspellen. Die toekomst laten zien met jouw product. Want heel veel mensen zien dat gewoon niet. Die denken van ja, is wel handig, maar ik heb het niet nodig. Maar ze denken, ik heb het niet nodig, omdat ze niet goed kunnen visualiseren hoe het dan bij zich gaat gebeuren. Want dat weet jij, omdat jij dat ziet. Dat is een tunnelvisie, is niet erg. Maar jij ziet het als geen ander, want het is jouw product, jouw dienst. Je weet gewoon, het is het beste product, het is de beste dienst die je kunt hebben. Dit heb je nodig. Maar zo zien jouw kopers het vaak niet. Dus schets een huidige situatie. Vroeger, oh nee, niet leuk. Toekomst, ja, leuk. Zo moet je het hebben. En dat kan met ons product. En schets dat ook in de praktijk. Hey, ken je dat, dat je zus en zo en dit en dat... Nu, met ons product, de praktijk. In de praktijk, ken je dat? Dat je door de regen fietst en dat je geen paraplu bij hebt en helemaal doorweekt aankomt op afspraak. Ja, dat ken ik. Dit is de oplossing. Snap je? Daar moet je op instellen. Op die praktijk. Op de toekomst. Welke verrijking geef jij aan een persoon mee? En als je dat duidelijk kunt laten zien aan iemand, duidelijk kunt overbrengen, dan is de kans veel groter dat ze of een aanvraag doen of het product bij je kopen. Maar als iemand niet ziet wat jij doet, wat jij bedoelt, wat je aanbiedt, wat je promoot, wat je eigenlijk verkoopt, dan gaat iemand ook niet denken, oh, dat moet ik hebben. Dan denken ze vaak, oh ja, wat geinig, ik snap het niet helemaal. Hé, ik noem even iets, de vuilniszakken met zo'n trekband erin. Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, het zal wel. Totdat je een keer iets in de vuilnisbak gooit en dat die hele zak meegaat naar beneden. En dat je dan de volgende keer denkt, oh, dan moet ik al die vieze dingen in die zak gaan gooien. En hé, wacht eens even, zo'n rekbandje is best wel handig. Snap je? Zo simpel moet je het maken. Mensen denken er niet over na. Dat is niet erg. Ze zijn zo druk. Ze worden elke dag geleefd. Dus ze zijn niet bezig met het stukje. Welk product zou nou mijn problemen allemaal kunnen oplossen? Mensen zijn er niet mee bezig. Mensen accepteren heel veel dingen. Mensen accepteren heel veel dingen waardoor het probleem misschien niet zo groot is. Waardoor het probleem op een gegeven moment ook gewoon als normaal wordt gezien. We vonden het vroeger normaal om met een stuk post, een stuk papier naar de brievenbus te gaan en het erin te gooien. En als iemand zegt, ja, we hebben een ophaal- en bezorgservice. Dan had je iets van, ja, niet zo belangrijk. Ja, maar ook nu binnen 1 uur. Oh, wacht, dat is wel interessant. Snap je, dan breng je weer een voordeel. En in de praktijk, ken je dat je een contract nog even snel bij de notaris moet hebben? Wij brengen dat nu binnen 1 uur. Oh ja, interessant. Kijk, nu hebben we e-mail, hè, maar dat hadden we, weet ik wat, 50 jaar geleden niet bedacht. Dus dat zijn dingen, geef het voorbeeld in de praktijk, laat zien wat de voordelen zijn. Want als ze begrijpen wat de voordelen zijn, kunnen ze het sneller in hun hoofd toepassen binnen hun eigen situatie. Ook met die praktijkscenario's van jou, dan denken ze, wacht eens even, dit is handig, dit moet ik hebben. Of ze denken, ja, is niet handig, dit moet ik niet hebben, dan weet je het ook, snap je? Doe je voordeel mee, als je vragen hebt, stuur maar gerust een berichtje.